uitzending. Hé, de gedachte staat daar. Dus we nemen zich gewoon allemaal naar een rijtje. We kijken naar de finale van de toerwagenklasse. Hoi! Ho! 1, 2, 3, 4, 5 keer op de lekkas. Terug dan bij de toerwagenklasse. De vorige stad was er een heel leeg verdacht hoe snel de Australische Vista weg was. Het is eigenlijk allemaal voordat we dicht in gedolven waren. Dus ja, maar gewoon de Het is 660 met Patrick van der Vels. De leider dus. Patrick van der Vels. Van der Vels. Patrick is in Lau. Dat is dus de winnaar zijn van der Vels. En 23. Thomas. Wat is hier de rechter van de toren? Leidse verdeling. Rudy Ballard. Dag maar. Diana Barberdal. Problemen voor je nice van die lens, dan maar de buitenkant stil. Kom dan weer doorheen. We hebben dan nog geen 300 in. Van der Berg. De feitelijke strijd voor je overwinning in de vuurwagens. Gezien de verdachte start van der Vels. Gezien de vier richtingen zit het nog goed met de Australische Vista. Die zijn er toch allemaal perfect. Door van de Berg, Mike Kruis. De tussen de 636. Diana Barmetal. Blijft ze nog voor de Australische Vista uit? Nee hoor, dat gaat ook niet meer lukken. Die spuiten gewoon af, 660 als hier staat van vlak. Voor wat het aan is, Patrick van der Vels. Diana Barmedouw en Tom Maars hier. Nou, het zou Mike Bruins wel eens kunnen zijn. Voor je ogen erbij. Met Gussie Klauw, in ieder geval daarachter. Als vierde afgeplacht. En we zijn.